Heb je altijd al afgevraagd hoe je op een voordelige manier fretloze basgitaar kunt spelen? Vandaag hebben wij hier de Fesli FPB fretloze basgitaar voor jullie. Mijn naam is Jasper, ik ben van Bas Music en vandaag hebben we dus over deze basgitaar. En wat me meteen opvalt, ik heb hem rechtstreeks uit de doos gepakt. Ik heb hem alleen even hoeven te stemmen met deze vintage staal stabiele stemmechaniek hier op de kop. En we kunnen gelijk spelen. Vaak willen mensen voor één of twee nummertjes in hun live set af en toe een fretloze bas gebruiken. En die investering kan soms heel groot zijn. Nou, nu is dat niet meer zo, want deze Fesli is heel erg scherp geprijsd. Wat we hebben een body van Elze hout. Een hals, een hele mooie C-profiel van Esdorn. En dan hebben we twee soorten type fretboards die we kunnen gebruiken. We hebben namelijk de FPB 218, dat is deze. Die heeft een brown Blackwood toets. En we hebben ook nog de 110 in plaats van de 218. En dat is van palissander. Dus net een andere soort hout. Op onze website, waar je door in de omschrijving op ons linkje te klikken komt, kan je ook de verschillen tussen die twee zien en die twee pagina's even bekijken. Vandaag hebben we dus de 218, dat is de Blackwood. Wat we hebben hier twee elementen die ieder hun eigen volumeknop hebben. De brug en de midden- of halselement. En die hebben een gedeelde toonknop voor de helderheid of juist het wat doffer te maken. En door met de twee volumeknoppen van de twee pickups een beetje te combineren, kan je verschillende sounds maken. Daarbij een stabiele, vaste brug die ook goed intoneerbaar is. Mooie klassieke sunburst afwerking waar je mooi de houtnerf nog kan zien. En een mooie purloid slagplaat mag ook niet ontbreken. Daarbij is dit een tof instrument voor erbij als je al basgitaar speelt en je denkt van ik wil mijn sounds verrijken door ook fretloos te spelen. Hoe werkt het nou precies? Normaal zouden we hier allemaal fretjes zitten, die hebben we nu niet. De gitaar is gewoon op dezelfde manier gestemd als een normale bas, gewoon E, A, D, G. De stippen aan de zijkant, die zijn heel belangrijk. Normaal gesproken staat een stip in het midden van twee fretjes, dus tussen twee fretjes in. Dat betekent dat je ongeveer je vinger bij de stip neerzet en dat dan de fret, stel hier staat de stip, dan staat de fret hier meestal en dan is die zuiver. Nu moeten we natuurlijk zelf onze vinger op de plek van waar oorspronkelijk de fret zou zitten neerzetten. Dus dat is een heel nauwkeurige plek. En nu staan de stippen dus niet tussen de twee fretjes in, maar de stippen staan precies op de plek waar jij je vingers moet neerzetten. Dus de eerste stip zou vakje 3 zijn. Daar zet je je vinger. Tweede stip is vakje 5, dus dan moet je voor vakje 4 het midden opzoeken. Dat kost in het begin misschien een beetje spiergeheugen om die noten goed te vinden. Maar ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat ik een fretloze basgitaar oppak. En ik kom er redelijk snel mee weg als je al gewoon de normale basgitaar of gitaar gewend bent. Je kan gewoon bas spelen zoals je normaal zou doen. Je hoeft niet per se allerlei gekke slices te spelen. Je kan gewoon... Dat kan prima, dat klinkt nagenoeg hetzelfde. Het verschil is dat jouw slides en jouw vibraties net wat anders klinken. Als ik van de ene noot naar de andere slide, zou je normaal gesproken periodup in stapjes het horen, omdat je langs de fret gaat en nu hoor je het helemaal egaal. En dat geeft toffe contrabasachtige effecten. Als je nog meer voor de contrabasachtige sound zou willen gaan, is het ook mogelijk om eventueel flatwound snaren hierop te zetten. Dat betekent dat nu zitten op dit exemplaar zitten gewoon normale roundwound snaren. Dat zijn de snaren die je ook gewend bent op de normale basgitaar die omwonden zijn en waarbij je goed de snaar voelt. Dat is prettig voor de aanslag, dat geeft ietsjes meer stabiliteit in het spelen. En het klinkt ietsjes minder, of iets helderder eigenlijk. En je hebt ook namelijk roundwound snaren, dus dan zijn ze helemaal plat. Of flatwound snaren, sorry, dan zijn ze helemaal plat. Dan heb je echt de contrabasachtige sound en feel. Die zijn uiteraard ook verkrijgbaar, dus daarmee zou je nog meer deze gitaar kunnen laten klinken als een contrabas. Voor nu voor de elementen. Ik heb net steeds gespeeld met allebei de elementen open. Nu draai ik het brugelement dicht, we hebben alleen maar de hals.
En nu andersom, halsrendement dicht en alleen de brug. In de toonknop is dan de algehele helderheid. En dat is uiteindelijk naar smaak helemaal in te stellen dat je iedere combinatie kunt maken. Heb je meer vragen over deze basgitaar of zou je hem even willen proberen in het echt? Je kan altijd langskomen in een van onze winkels. Daar staan productspecialisten voor je klaar. En dan kan je de basgitaar helemaal proberen en op je eigen manier bespelen om erachter te komen of dit een match voor jou is. Uiteraard, wat ik al zei, het linkje staat voor je klaar in de omschrijving van deze video om op onze productpagina te komen. Dan kan je de basgitaar nog even goed zien en alles nog even goed nalezen. En als je het nou tof vond, geef alsjeblieft een like op deze video en like ook ons kanaal. Of abonneer op ons kanaal. Kunnen wij ervoor zorgen dat je altijd weer nieuwe content van ons krijgt. En zo blijf je ook weer op de hoogte van de nieuwste en tofste producten die wij voor jullie klaar hebben liggen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.